Dinsdag 3 oktober zijn wij weer op pad gegaan om aan u te presenteren de woon- en leefsituatie van Palatsing. Sudes Palatsing. Kijkt u maar naar het verslag dat wij aan u gaan presenteren. Isa den Valoye. We bevinden ons te Nieuw-Konderstraat, wel te verstaan nummer 9, te Münder. Wel, ik moet u zeggen, een mensonerende situatie dat wij hier zijn komen aantreffen. We zijn gebeld geworden door buren dat er een man hier op de bovenverdieping woont, ligt, maanden, een hele tijd, zonder hulp, zonder verzorging. Het zal een seniorenburger moeten zijn. Maar we zien om hem heen allerlei sigarettenpeukjes hier en daar. Smerige situatie moet ik zeggen, heel smerig. Ik kan bijna niet ademen. Maar mensen hebben een beroep op ons gedaan om een kijkje te komen nemen. We willen van hieruit de instanties vragen, smeken. Deze man te stond met een ambulance te komen halen en hem te laten verzorgen. Hij ziet er niet goed uit. Je ziet zelf naar zijn situatie. Je ziet zelf zijn omgeving, smerig. Ziet er niet goed uit. Ik wil de buren vragen om deze man bij te staan en de overheid vragen deze man direct voor een ambulance te laten halen en hem te laten beschermen dat hij niet heen gaat, dat hij er niet meer zal zijn. Ik ben bang dat deze man het niet gaat halen. Als je naar zijn postuur kijkt, zijn lichaam vliegen om hem heen. Een onmenselijke situatie. Ik weet niet wat ik moet doen. Het enige wat ik wil doen en vragen is dat deze man geholpen moet worden. Medisch begeleid moet worden. Please, laten we deze man niet zo laten. Laten we hem helpen. Ziet zijn situatie, zijn omgeving. Ik weet niet van wie dit huis is. Ik weet niet wie allemaal de verantwoordelijken zijn. Als je zo kijkt naar die man zijn woonsituatie. Plafond gaat neerstorten. We hebben toch risico genomen om hierboven te komen waar het niet goed uitziet. Het ziet er niet goed uit. Mijn naam is Jewan Longwilipmi. Maar als mens zeg ik van, ik ben komen kijken wat voor hulp we deze man kunnen bieden. Als je mij vraagt, zal en moet de overheid deze man bijstaan. We gaan dit niet zo laten. We gaan kijken hoe we deze man verder kunnen begeleiden. En dat hij van hier gehaald moet worden om de nodige zorg te krijgen. Ik weet niet eens hoe hij heet. Maar ik zal even met een van de buren praten om te weten wie deze man is, wat deze man is, wat zijn achtergrond is. Hij ligt, we hebben hem zeker al een half uur geroepen, maar hij geeft maar geen antwoord. Overheid, helpt u ons. Overheid, laat deze man niet zo. We vragen u om hulp. Tanto bungi yo kondre no frede, abusa yo kisi ya kwete, kaskado ne. We praten met een buurman van deze man. Buurman, weet je hoe deze man heet? Hij heet Sudes Palatsing. Sudes Palatsing. Hoe lang kent u Sudes in zo'n situatie? Enkele jaren, maar na COVID. Of toen COVID begon, is het gaan verslechteren. Want daarvoor zag ik nog lopen en zo. Maar daarna niet meer. Hij is meer binnen. Hij komt niet eens op balkon nog beneden. Hoe is hij in zo'n situatie beland? Ja, ik denk dat... ik weet niet. Hij eenzaamheid, denk ik. En de economische situatie, denk ik, hoor. Want hij werkt niet. Dus hij moet het hebben van steun. Van derden. Heeft hij familieleden? Hij woont met een zusje samen. Maar die zus is ook bijna, kan je zeggen, gehandicapt. Ziek.
En ze is niet in staat om echt adequaat voor die broer te zorgen. En waar is die zus nu? Ik heb begrepen dat ze bij TNT, een zwager, ex-zwager is van der Help met schoonmaken van het toilet ergens in de stad. Maar of dat zo is, weet ik ook niet. Maar als u de woning ziet, vanaf het binnentreden van de woning, smeer ziet er niet goed uit. Dat kan ik me best voorstellen, omdat er haast niemand is die wat kan doen. Die zus is zelf ziek en zoals ik u eerder zei, je kan bijna zeggen een niet normale, een beetje gebrekkig zou je zeggen. Ze loopt wel, maar als u er ziet lopen, ze maakt één stap vooruit, twee achteruit. Dus ja, ze zit niet in staat te onderhouden. Maar hoe eten ze, hoe drinken ze? U ziet zelf op die tafel daar, daar wordt er gekookt. Met vuur, wat heel gevaarlijk is. Ze had een gasbom, die is gestolen. Eeuwig steelt men hier. De buur is heel... De boer buiten, iedereen weet, het is een rampgebied. Er wordt flink hier gestolen. Dus ja, of gekocht eten, of als die zuster in de middag weer een 5-6 uur thuis is, probeert ze wat klaar te maken. Ik heb een voedselpakket hier van, dat we hebben gekregen van een vriend van mij, van Subesco. Denkt u dat dat wat zal bijdragen? Natuurlijk, eigenlijk. Steentje helpt bij aan de verlichting van de nood. Ik zal een voedselpakket... ja, maar ik probeer die man te roepen en hij bleef maar slapen. Ik kan daarover weinig zeggen. Wat ik wel weet is dat ik hem nauwelijks of helemaal niet meer op de balkon of beneden zie, toch? Dus dat verandert mij niet. Zo, dus met jou een pakket geven. Ik hoop dat je kan rustig boren en studeren. Vijf gangen jou. Ja? Vijf gangen jou. Oké. En ik heb hem. Is helemaal verzwakt. Hij zal verzwakt zijn, ja. Dat wil ik best geloven, omdat er geen adequate voeding is. Wat voor hulp denkt u dat acuut nodig zou zijn voor deze man? Zeker financiële hulp of hulp in de vorm van voedsel. En ik denk dat hij ook medisch behandeld moet worden, hoor. Want gezien zijn leeftijd zal hij zeker wat kwalen hebben. Maar doordat hij niet loopt, hij beweegt zich niet, zal hij ook niet naar de arts gaan voor medisch controle en zo. Dus ik denk dat medische hulp ook zeker in deze vereist zal zijn. De woning is eigendom van hem? Nee, de woning is geen eigendom, maar het is van de ouders geweest. Ik weet niet of het nog boedel is of het van een van de zussen die uit Nederland is gekomen. Maar van hem zeker niet. Wat voor boodschap heeft u naar de autoriteit? Nou, dat men heeft een mond vol dat men de sociaal zwakkere begeleidt en probeert op te boosten en zo. Maar hier is duidelijk weer een voorbeeld dat men het bij het praten houdt. Er zijn een soort raadsleden. Niemand bekommert zich. Als het straks over 2 jaar verkiezingen is, dan gaat men huis aan huis. Maar weet men niet dat er zo'n persoon in de buurt woont? Het is toch verschrikkelijk. Niemand bekommert zich. Af en toe, wanneer ik kan, waarmee ik kan, help ik wel bij. Soms laat ik hiervoor in maaien en zo. Soms geef ik wat financiële steun. Maar meer kan ik ook niet. Ik heb het ook zwaar. Ik heb ook een gezin en ben ook een gepensioneerde. Hoe oud zal hij zijn? Hij moet in de buurt van 55 zijn. Hij is toch een jonger dan mij. Hartstikke dank voor uw informatie. En nou, laten we hopen dat de overheid wat doet. En deze rijstkoker koken ze? Ik zie dat er rijst. Hij wil u even spreken, meneer. Ja, hij werkt. Er is nog een beetje rijst erin. Ik kan even kijken. Nog rijst erin.